Het is 7:30 zondagmorgen hier op Kawa Beach, de vissershaven van Kampala. De hoofdstad van Oeganda telt 1,5 miljoen inwoners en voegt daar dagelijks nog eens 1 miljoen pendelaars aan toe. Gezien de ligging aan het Victoriameer zijn nijlbaars en tilapia uiteraard een populair gerecht voor al deze mensen. Nochtans is de vissershaven helemaal niet industrieel ontwikkeld. Sommige vissers zijn al sinds gisterenavond vertrokken, anderen vroeg deze morgen. De ontbijtbrigade staat er nog steeds en wacht op de eerste bezoekers van de markt straks. Wij gaan de vissers achterna, voor ze straks aan land komen met hun vangst. Aangezien de oevers van Kampala niet veel te bieden hebben, varen de meeste vissers een paar uur het meer op. Maar we hebben geluk, na een klein half uur vinden we de eerste boot. Hey. So, twaga bubbles and mutanika sameka. Kumi. Ezo kumacha. Ale, so mufune nga minga bimeka. Nafuna yo chimu. Chimu. E chinene uba. Chinene. Nayo pan. Nayo patch. What? Wow. Kati nga chine chenyanja chiba cha meka. Echo. Hey. Watanika vuba di? Oyoyo. Watanika ngoli 10. Ate gose. Zanga 10 nina. Eh. Flevin na dit. Yesi ka watu la ba sabaze wali chango. Nga kati no jira ku ngulu bwe dinga yebe saba. Nga yoneri kuli katimba nga ziliko nga. Ebisere ebi kayanje bakwati byasibire nga. Eh, emugambe dda. We komen ondertussen aan bij een lokaal vissersdorp waar de focus helemaal niet op grote nijlbaarzen ligt. We worden er vriendelijk ontvangen door de voorzitter Patrick. So after S6 you didn't consider university, you said no, I'll just maybe start here. I was supposed to go to Law Development Center. Okay. But I didn't afford that because I'd lost my dad already. Okay. So because of failing to raise your school fees, it was so hard for you to go into the law school. Oh, so how did you think about studying to be a fisherman like here? I didn't like to be a fisherman. Yeah. Just because I had some of my relatives who were fishing. So as I visited them, automatically. Me, I depend on silverfish. Okay. So silverfish, we fish it during night. Okay, during the day, when we come back, they remove them to get dry because they are for poultry. Wow. So the cash had been poor today. If it was a good cash, you could have seen everywhere. Could have no space to move. Really? Yeah, when we are on. You know what you do daily, practice makes perfect. Maar de zilvervisvangst bevat meestal ook jongen van andere vissen zoals tilapia en nijlbaars. Het meer wordt steeds meer leeggevist. Niet zozeer de hoeveelheid vis, maar vooral de leeftijd van de vissen is daarbij doorslaggevend. Om de ervaring compleet te maken, besluiten we dan om een toch iets groter exemplaar te kopen en klaar te maken in een lokaal restaurant. Het stadsbestuur beseft de nood. In een algemeen document met de strategie voor de komende 5 jaar wordt duidelijk vermeld dat er een betere training moet worden voorzien aan de community van vissers. How much for one fish? One fish, yeah. It depends on the size. Come this one for 20, this one 15, this one 17. 15, 20. This one 13 per each.
Deze tilapia smaakt alvast heerlijk en de restjes delen we graag met deze marabou. We worden echter door enkele locals vriendelijk verzocht om de restjes terug te geven. Daar bestaat blijkbaar een goede reden voor. In de volgende aflevering zoeken we uit waarom.